Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. In deze aflevering leggen wij de focus op de 8e ACS Internationale Samenwerkingsconferentie. De landen van het grotere Caribisch gebied delen een gemeenschappelijke visie op duurzame ontwikkeling die ten goede komt aan hun bevolking, ecosystemen en economieën. In het kader van de Associatie van Caribische Staten identificeren de landen en gebieden van het grotere Caribisch gebied oplossingen voor hun gedeelde, multidimensionale uitdagingen. De 8e Internationale Samenwerkingsconferentie dient als platform waarop bruggen voor inclusieve, innovatieve en transformerende betrokkenheid kunnen bijdragen aan de mobilisatie van de financiële en technische middelen die nodig zijn om de initiatieven, programma's en projecten van de ACS te activeren. Wij brengen u wederom een samenvatting van de ACS vandaag, 7 mei, vanuit Hotel Torarica. The ACS as an institution, and I appeal to the member states to give it the right place, because sometimes I feel that the right attention is not given appropriately up till now, while this organization exists for 30 years next year. So it's a tool which we should not, and I want to really ask everybody to focus on that. The areas of trade and regional cooperation and integration are of critical importance in today's world. In today's world where we live, in a time where we have three crises in the four years past, since 2018-19, COVID-19 showed us how weak and vulnerable we all can be. So far as I know, a non-political matter, which we even can't see, created havoc in the whole world, the virus. So as a world community, we were not prepared to deal with that. But it led to some lessons during COVID. The international solidarity was absent. While we have worked for 40, 50 years to build international cooperation and international solidarity, it was really absent. Everybody started looking to their own. Understandably, that's the normal response. But a strong multilateral global framework should be able to withstand that pressure. That did not happen. Small countries, like most of the ACS countries are, suffered from not getting vaccines, not getting access to vaccines, not getting the same price for the vaccine, and all of that. So solidarity was really absent. It regained. It came back. That's the first part of the first crisis. But then you see the slow recovery post-COVID. Almost all ACS member states suffered from slow recovery. In the Caribbean, and possibly in Central America as well, tourism did not get back at the level as it used to be. So we will discuss during this conference many issues that relate to that kind of challenge, that kind of difficulty which we have in building a resilient economy, a resilient society. That was the first crisis, and we thought it was over, and then we got a war in Eastern Europe, which we think is far away, so it doesn't affect us. It did affect the whole world, and it still affects the whole world. Again, independent of the politics where you stand. We're not speaking about which side you choose. But the impact of conflicts, open, harmful conflicts, have demonstrated scarcity in food supplies, energy supplies. We had to think about high inflation rates
because of scarcity of food, especially wheat, and other major imports which some countries in Eastern Europe provided. It creates regional uncertainty. It created a world crisis. And we're still in the middle of that because the war is still ongoing. It again shows that a multilateral framework, and that's why I hope that this intergovernmental framework will be strong enough to be effective when problems arise, because it demonstrated for the second time that the international framework did not function, because still diplomacy is not effective to find a fitting solution. I thank you very much. I wish you really robust, strong discussions. I hope I have not demotivated you or depressed you, but I can tell you we can do a lot together. Thank you very much. Even before the pandemic, 48% or 49% of small and of medium and large businesses already used these business platforms. However, because of the transition that we went through following the pandemic, government bodies in the region have been working on platforms that I will, some of which I will mention in Honduras. Another area is training and providing advice to MSMEs in electronic business. On the regulation side, the ministry has developed an MSME policy. There we have recommendations on legal, regulatory, and business support frameworks that is also available. You have short-term, mid-term, and long-term recommendations that can be followed. And you have areas on access to finance, market access, competitiveness and productivity, entrepreneurial skills, knowledge and competencies. It's also interministerial. So what do we do as central bank? The last few months and maybe years, we were very busy with thinking about the payment issues that we have in the country. If you look at, especially COVID, taught us a lot, and you see that the country, there are lots of initiatives, but there's a lack of regulation. Quickly along now to Mr. Stephen Debbie Prasad's intervention, who is, he's the chairperson of the Association of Economists in Suriname. My insights, my speech will is seamlessly toward what has been said just now and just before, because there is an interlinkage between technology, IT services, and of course, economics, trade, and transportation. The one doesn't go without the other. We are here today because we acknowledge that we need to do much more within the greater Caribbean. Thank you all so much for your insights, and we hope you enjoy the rest of the conference. Thank you. Nou, de SLM natuurlijk is ten eerste ook participant in de ACS-conferentie die hier gehouden wordt. We zijn ook in de exhibition te zien en te bezoeken. Maar nog meer is de belangrijkheid van de SLM in connectie met de ACS-conferentie die er nu is, is dat een van de punten die men graag verbeterd wil zien is connectiviteit in de regio. Groter Caribisch gebied natuurlijk. En daar wil de SLM een grotere rol in gaan spelen. En vandaar ook dat we ook hier participeren om te kijken hoe men dat ziet, tools mee te nemen, maar ook om te kijken naar mogelijke gesprekken en samenwerkingsverbanden die wij aan gaan en aan kunnen gaan. Ja.
Ja, voor de SLM, kijk, wij hebben in het kader van ons herstel van de SLM, ook als een van de punten die wij oppakken is het aangaan van samenwerkingsverbanden. Die samenwerkingsverbanden zijn belangrijk voor de SLM niet alleen, maar meer nog voor het reizend publiek. Omdat met die samenwerkingsverbanden met andere airlines bijvoorbeeld, dan hopen wij en werken wij naar verbetering van connectiviteit. Dat is eigenlijk ook waar de ACS voor staat in dit kader nu. Om te kijken hoe kunnen we de connectiviteit in het Caribisch gebied verbeteren. Vaak genoeg hoor je de klacht van ja, maar als je van punt A naar punt B binnen het Caribisch gebied wil gaan, dan moet je een hele omweg maken en dan komen op je eindbestemming. Nou, daar willen we samen met andere partners kijken hoe wij daar verbetering in kunnen brengen. En daar is de SLM ook al mee gestart. Begrijp ik het goed dat er nog meer vliegtuigen bij de vloot worden gehouden? Dat is één aspect van het brengen van betere connectiviteit. Een andere manier om dat ook te bewerkstelligen is door samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere airlines in de regio. En kijken hoe kun je de schema's van elkaar op elkaar afstemmen en beter op elkaar afstemmen. Waarbij natuurlijk het reizend publiek daar meer profijt van kan hebben. Omdat je dan makkelijker kan bewegen, zowel voor personenvervoer, maar ook voor cargo tussen de regionen in. Ja. Kunt u enkele maatschappijen noemen met wie er gesprekken gaande zijn? Ja, ik wil niet echt namen noemen, maar ik kan u zeggen dat we zeker met 3 potentiële samenwerkingspartners praten in de regio. Grote maatschappijen? Dat zijn grote maatschappijen. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.